Suzanne. Goedemorgen. Miranda. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat staat er in de krant? Zo, dames, niks echt in de planning. Ja, Suus, je had een beetje Sex in the City weekend. Mm-hmm, Was dat leuk? Ja, was super. Heel erg leuk. Beetje uit eten of zo, dat was het toch? Ja, lekker eten, wijntjes drinken. Oh ja, het was echt zo'n weekend om wijntjes te drinken, ja. Maar dat is gewoon ook echt lente. Heb jij nog iets gedaan, Miran? Nee, in principe niks. Gisteren is mijn nichtje gedoopt, maar... Doop, zeg, hè? Ja, gedoopt. Op zondag, ja? Ja, natuurlijk, in de kerk. Ja, dat vind ik zo, weet je, dan mag je niks doen op zondag, maar alles moet op zondag gebeuren. Ja, precies. Want je godsam, op je rustdag moet je nog eens een keer naar de kerk. Ah joh, dat is toch superleuk. Ja, het is hartstikke leuk. Nou, en ik moet zeggen, ik ben ook gedoopt en ik vond het, ja, weet je... Oh nee, dat is daarna. Ik zit te denken van de doping weet je natuurlijk geen kloten meer af. En ja, later nog even de dopingcontrole, zeg maar. Dat is als je bij, hebben jullie het ook gehad dat je... Dat heb jij dan vast ook wel gehad, Miranda. Ben je ook katholiek? Nee. Oh. Hoe noem je dat ook weer? Oh ja, eerste communie. Eerste communie, jongen. Dat stelt echt geen fuck voor. Maar je krijgt alleen maar cadeautjes van je opa en oma. En je vindt het allemaal... Het is helemaal niks gewoon. Okay. Ja, Libië, Japan. Wat melden de kranten dan? Suus, begin jij maar. Het meeste gaat over Libië. Het gaat over de luchtafweer van Gaddafi. En dat gaat dan over coalitietroepen. Die zijn namelijk heer en meester in het Libische luchtruim. Want echt kruisraketten, bommenwerpers, gevechtsvliegtuigen... die hebben bijna al het luchtafweer geschud uitgeschakeld. En daarmee is de no-fly zone een feit. Ja, als ik die beelden zie, ja, ik vind het allemaal niet echt 2011 meer. Echt zo oorlog. Weet je, ja, dat klinkt misschien heel raar. Maar ik vind het niet meer van deze tijd. Eigenlijk. Nee, ik vind het ook heel gek om te zien. Maar ja, we zijn begonnen. Dat is wat we vrijdag natuurlijk al wisten. En het is gebeurd ook. Oké, Miranda, ik neem aan ook jouw kranten ermee gevuld. Ja, allemaal Libië. Ja. Echt allemaal. Maar staat er nog wel iets van Japan? Of is dat echt nu gewoon geen nieuws meer al? Gaat het zo snel? Ja, ik heb echt lopen zoeken nog even. Maar tenzij ik eroverheen heb gelezen in het AD. Maar ik kon het echt niet vinden. Nou ja, en ben jij dan, Suus? Telefoon vandaag. Ja, ik wel, maar dat is meteen mijn leuke nieuws. Oh, is er leuk nieuws? Oh, ja. Nee, dan voel ik al wat het is, denk ik. Ja. Het leuke nieuws over Japan. Ja, kleine wondertjes gebeuren er natuurlijk. Afgelopen weekend was er een 80-jarige vrouw en haar 16-jarige kleinzoon. Die hebben al die tijd in hun eigen keuken opgesloten gezeten met allemaal puin eroverheen. Ze hebben daar geleefd op yoghurtjes die ze nog hadden. En ze hebben het gewoon overleefd en ze zijn gered. Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is mooi, hè? Die kleine wondertjes. Ja, dat is echt... Ik vrees met grote vrees, als je nu die beelden ziet dan met sneeuw en shit, dan heb ik niet de indruk dat er nog... Nee, heel veel van dit soort wondertjes gaan gebeuren, maar... Mm-hmm. Ja. En wat heb jij, Miran? Ja, ik heb het zo leuk, lekker voor de hand liggende nieuws. Ja, vandaag is lente. Ja, natuurlijk. Ja. Kom maar op, weet je wel. We hebben allemaal zin om gewoon lammetjes te neuken. Ja, precies. Maar is er nog echt een soort lenteberichtje? Nee, er stonden echt allemaal lentefoto's in. En als je dan kijkt, krijg je helemaal die lentestemming en dan weer naar buiten en dan is het koud. Ja. Maar het wordt wel super lekker weer voor deze week. Dus. Deze hele week, hè? Begrijp ik. Ja. Oké. Suus. Ja? Heb je ook gesport? Gesport? Ja? Ja. Ja, je bent gesignaleerd, hoor. Echt waar? En het schijnt dat jij zaterdag toch romantisch uit eten bent gegaan. Ja, met allemaal vriendinnen. Oh, dat was niet met een zeker mannelijk gezelschap? Nee. Oh. Nee, het was echt Sex in the City weekend hoor, er waren geen mannen bij. Ik weet niet of je een stalker hebt, ik vind dat je je bijna zorg moet maken, maar een zekere Dimitri, die weet en dat jij gesport hebt en dat jij dus uit eten bent gegaan. Waarschijnlijk volgt hij wel Twitter. Oh, is dat het? Ja, dan. Ja. Dat is beter dan in het echte leven. Vandaag trouwens, laten we dat nog even als goed nieuws hebben. Vandaag bestaat Twitter 5 jaar. Oh, wow. Ja. Nou ja, hartstikke leuk. Goed nieuws. Hè? Ja, dat is waar iedereen die twittert kan daar dan wel heel druk mee zijn, weet je wel. Ja. Ik blijf dan nog zeggen dat dit programma... Dit is een programma in de zendtijd voor... Asociale Media! Succes met de maandag, dames. Dank je. Geniet van de lente. Tot morgen en goedemorgen. Goedemorgen. Ja hoor. Als ik morgens wakker word en de
bijna 7:10. Want dit is Giel op de radio. Even gelijk goed beginnen aanstaande woensdag hier, Dotan. Goedemorgen.